Hallo, welkom bij Festivibes van mijn YouTube kanaal Cherelle Ish. Het is vandaag 1 juli, Kitty Kotti. We vieren vandaag de afschaffing van de slavernij van 1863, officieel 1873. Want de contractarbeiders moesten 10 jaar verplicht doorwerken zonder dat ze daarvoor betaald werden. Het wordt ieder jaar in het Oosterpark gevierd in Amsterdam onder de Surinaamse bevolking en de Antillianen. Goedemiddag. Wie heb ik hier? Raoul Hardy. Oké, en wat betekent deze dag voor u? Deze dag is gewoon herdenking van slavernij. En de een die herdenkt het en de ander die viert het. Voor ons is het herdenking en vieren gewoon. Sowieso vrijheid, die niet vanzelfsprekend is geweest. Die hebben wij nu, waarvan wij eigenlijk nu mogen genieten. Want vroeger, je weet het zelf eigenlijk, je kent de geschiedenis wel. Onze voorouders hebben moeten strijden. Is de ketting echt gebroken. Maar goed, we genieten. Deze dag betekent gewoon samenkomen, samen zijn, in harmonie. That's it, man. En gewoon lekkere dingen eten, verkopen en kopen. Het is natuurlijk een mooi moment om met z'n allen stil te kunnen staan en te eren en te danken. En ik vind het ook altijd heel fijn als je met zo'n grote groep mensen bij elkaar bent. Niet alleen Surinamers, maar ook mensen van de Antillen. Ook Hollanders die hier aanwezig zijn. Eigenlijk een beetje... mensen meegeven waar het voor staat en tegelijkertijd ook voor mezelf eren en danken. Oké, wat verkoopt u hier? We verkopen drank en eten. We hebben tamarinde, we hebben pomicitair, we hebben gember, we hebben ochade, we hebben cola, we hebben kersen. Dus echt de typische Surinaamse dingen. Ja. En staat u hier ieder jaar? Elk jaar. Ik heb marcousa, mopesap, tamarinde. Zuurzaksap, pommesiter, gemberbier, ik heb ananascake, volgens mij viadu, pruimencake, ik heb kokosijsjes, zuurzakijsjes en podosiri-ijs. Maar maak je alles zelf dan? Indirect. Mijn moeder is indirect. Okay. Dus je kijkt en je proeft waarschijnlijk, of niet? Ja, ik kijk en ik proef. Ik zeg, maat heeft nog wat suiker nodig, maar een beetje zout of whatever. Dus toch, ik ben wel de basis van het product, zeg maar. Ik bepaal wel of iets goeds genoeg is om door te gaan, zeg maar, naar de verkoop. Snap je? Ik heb een belangrijke... Je bent niet tussenpersoon, zeg maar. Nee, ik ben eindhalte, zeg maar. Van. Je hebt toch echt de eindcheck? Daar ben ik. Dat is best wel belangrijk. Ja, dat is het zeker? Ja, een soort van CEO eigenlijk van Suridrinks. Kijk, Suridrinks. Laat straks nog even iemand omdraaien, maak je niet. Oké. Nee, ik ga zeker een flesje bij je kopen. Moet je doen, en we staan ook op Kwaku. Hoe heet je? Jasmin. Jasmin, en hoe oud ben je? 6. En waarom zie je er zo mooi uit vandaag? Afschaffing van de slavernij? Ja. En hoe kom je aan deze mooie kleren? Volgens mij van mijn oma, de oma van mijn moeder in Suriname. Echt? En ben je ook in Suriname geweest? Ja. Hoe vaak ben je daar geweest? 1 keer. En hoe was het? Leuk. Ja? Nou, je ziet er heel mooi uit. Maak eens een rondje. Dankjewel, hè. Alsjeblieft. En kan je iets vertellen over je outfit van vandaag? Mijn outfit? Nou, de stof die komt sowieso uit Suriname. Die heb ik cadeau gekregen. En mijn vriendin, modeontwerpster, Breeds. Zij is van het merk Breeds. Zij heeft deze jurk voor mij in elkaar gezet. Dus... Oké, en wat staat er allemaal op? Nou, sowieso het jaartal. Ja. Ja, Maspassi, de datum, de vlag. Dus en de zakdoek natuurlijk, hè.
de Indianen. Mooi, mooi, mooi. En je hebt het dus echt speciaal voor deze gelegenheid laten maken. Nou, het is vorig jaar eigenlijk al gemaakt. Maar toen was het weer niet zo mooi. Klopt. Dus, vandaar dat ik hem nu aan heb. Ja. Ja. We zijn hier bij het Nationale Monument van het Slavernijverleden. Deze is onthuld in 2002. Kijk maar. Liberation means we got to come together to work by ourselves. And that is what we have neglected. All my Africa people are waiting for Jesus. No, let us work. When we finish, we call Jesus to join. Wat brengt u hier vandaag? Ik sta met de bord namens de Internationale Socialisten. Ja, omdat herdenking van het einde van de slavernij natuurlijk enorm belangrijk is in het kader van rechtvaardigheid en alle mensen zijn gelijk. Dus daarom ben ik hier vandaag en ik denk ook dat de Nederlandse staat excuses moet aanbieden voor wat er gebeurd is. En zeggen dat ze zeer fout hebben gezeten. En daarom sta ik hier met het bord. En denkt u dat die excuses gaan volgen? Ik denk eigenlijk dat die daar op een gegeven moment wel gaan komen, maar dat het nog wel een aantal jaren gaat duren, denk ik. Maar ik denk dat het tijd aan het keren is en dat het op een gegeven moment het is onvermijdelijk. En wat herdenk je dan op deze dag? Ik probeer nooit te vaak aan de gruwelheden te denken, al waren dat er natuurlijk best wel veel. Maar vooral aan het feit dat ik hier nu nog mag staan, dankzij mijn voorouders, omdat ze dat hebben doorstaan. Dus ik denk dat ik mijn voorouders dank. Ik denk ook dat er een foto van ons wordt gemaakt op dit moment. En mijn voorouders danken. Met mijn zusjes kan ik hier nu ook zijn, mijn jonge zusjes. En dat vind ik heel erg fijn om die nieuwe generatie ook iets mee te geven. Sweet Kitty Kotti voor alle mensen. Ik ben Orlando Ronnie Hellings van Denk Zaanstad. Mm-hmm. En naar verluid komt dit jaar dus de Sinterklaasintocht op 17 november 2018 in Zaanstad aan. Compleet met Zwarte Pieten en de hele poespas er omheen. En daar hebben wij dus met Denk een probleem op. Want het stond ook in ons verkiezingsprogramma, afgelopen lokale verkiezingen. Dus wij houden ons aan ons woord en wij zijn nu dus bezig met handtekeningen verzamelen om dit tegen te gaan houden. En waar het om gaat. Sorry dat ik u onderbreek. Ja. Dus u probeert de Zwarte Piet in de huidige vorm, precies, dus helemaal egaal zwart, precies, tegen te houden. Precies, daar gaat het om. En waardoor komt het dat die excuses er nog niet zijn dan? Het is voor mensen altijd heel moeilijk om, natuurlijk om fouten toe te geven. En iemand zei net het argument, ja, dan komen er misschien schadeclaims. Maar ik vind gewoon als je fout hebt gezeten, dan ben je sterk dat je zegt dat je fout zat. En dat wat dan ook de gevolgen zijn, als mensen daar recht op hebben, klaar. En als je deze dag in 3 woorden mag omschrijven, welke 3 woorden zijn het dan? Waarom? Drukte en mooie bruine ogen. Oké, okay. Ja. 3 woorden. Oké, okay, ik denk saamhorigheid. Oké, okay, 1. Dankbaar, en dan dankbaar in de context van dankbaar voor mijn voorouders, dankbaar. Wat nog meer? Wat is nog meer een goeie? Ik denk warmte. Warmte onderling. Dat we met z'n allen aan het eren en gedenken zijn. Oké, okay, nou, dankjewel. We zijn nu bij het einde gekomen bij Kitty Kotti Festival 2018. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden, dat jullie een duidelijk beeld hebben gekregen van wat Kitty Kotti inhoudt. En vergeet niet te abonneren, te delen en te liken. Doei!